Maar heeft Omtzigt dan nul mediatraining gekregen? Want die zit, doet precies. Die is overal eerlijk in. Zelfs in zijn vaagheid is hij eerlijk. Ik zat om te kijken en zonder enig aanzien zes persoons. Maar dacht ik op een gegeven moment, wat wordt zij iedere keer onderbroken? Bij je zielkus. Maar dat kan ook zijn omdat ze er zelf opmerkingen over maakte. Van laat me nou een keer uitspreken. Ja, ik denk dus dat de mediatrainer heeft gezegd, ga vooral gewoon je eigen verhaal vertellen. En ga net zo lang door met dat verhaal totdat je afgekapt wordt. En dat dat aan de hand was. Dus op een gegeven moment krijg je dan een hele lange monoloog van iets. Dat een presentator denkt, ja, nou moeten we toch weer even. Maar was het zo'n lange monoloog? Nou, het was in ieder geval geen antwoord op de vraag die gesteld precies, werd. Precies. Ze was niet de enige die niet meteen antwoord gaf. Ja. Zij was echt de raspolitica in deze. Ja. Ja? Echt nieuwe Rutte 2.0, wat heet Lubbers 2.0. Arjan, had jij hetzelfde idee als politiek verslaggever? Bij Jessel Gus zag je heel sterk inderdaad de mediatraining erop. En die zit al in bepaalde woorden die ze gebruikt. Hè. Waterige compromissen. Dat is een uitspraak van haar die je nu al 4-5 keer hebt horen terugkomen. Die kan ze ook eigenlijk niet meer gebruiken nu. Het lijkt me voor Roos Vonk een hele uitdaging om door die mediatraining heen te breken. Omdat politici hebben een soort kastje in hun achterhoofd waar alle antwoorden in zitten. En ze trekken een laadje open en daar zit dan het antwoord op die betreffende vraag in. En dat zag je bij Jessel Gus veruit het meest in dit debat. En als het dan gaat om ego, als ik kijk naar iemand die groot ego dicht heeft gekregen. Ik ben benieuwd wie je nu gaat noemen, ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik wou net zeggen, kan ik verrassend Piet zijn, Omtzigt. Maar ik denk het niet. Piet Omtzigt. Nee, ik bedoel natuurlijk Frans Timmermans. Oh. Ja, ik vraag niet de gespeelde verrassing. Nee, ik denk net aan, ik zit aan Jan, die denk qua mediatraining. Ja, sorry dat ik je even. Maar heeft Omtzigt dan nul mediatraining gekregen? Want die zit, doet precies. Die is overal eerlijk in. Zelfs in zijn vaagheid is hij eerlijk. En dat wordt hem dan kwalijk genomen. Maar Omtzigt zegt dan bijvoorbeeld in zo'n debat zoiets als, er wordt nu gedaan alsof het in Den Haag allemaal heel rationeel beleid is. Den Haag bestaat voor een heel groot deel uit toeval en ongelukken. Dat is niet iets wat hij op mediatraining heeft geleerd, denk ik. Dat is iets wat hij de afgelopen 20 jaar heeft ervaren. En hij is wel aan het groeien in zijn rol. Hè. Hij is veel meer op weg om te proberen een soort staatsman te worden. Maar hij slaagt er nog wel in om de suggestie van een soort authenticiteit te houden. Dat is interessant. Dus eigenlijk, als ik hem vertaal, zeg je, hij speelt heel goed zichzelf. De suggestie van authenticiteit. Ik kan dat niet helemaal uit elkaar halen of dat hemzelf is. Of dat hij er heel goed in slaagt om dat. Caroline van der Plas probeert dat ook. Timmermans helemaal niet. Timmermans, politicus, speelt dat voluit, is dat voluit. En Mao heeft ook een vrij groot reservoir aan kennis. Mm-hmm. Van der Plas probeert heel authentiek de gewone mensen te zijn. Omtzigt zit daar een beetje tussenin. Ja. Die loopt 20 jaar in Den Haag rond. Die heeft heel veel gedaan. Maar is tegelijkertijd toch ook. Lijkt redelijk dicht bij zichzelf te blijven. Ja, maar als je het hebt over probeert bij Van der Plas, ook dat is niet. Wat zij zei tegen Omtzigt van, ik wil met Pieter, hè, dat was dan zo'n opmerking in debat met wil jij door, was echt ingestudeerd natuurlijk. De terminologie ook, hè, dat is een uitspraak die blijft hangen. Ja. En als er zoveel, wat hij ze geluld wordt, dan doe ik niet mee aan een coalitie. Ja, dan speelt ze echt de vrouw van het volk. Dat zie ik. Maar dat was ook de enige manier voor Caroline van der Plas om zich te redden, want inhoudelijk legden ze het af. Niks, was er niks. Legden ze het heel erg af zelfs. Ja. Dus die metacommunicatie, we hebben het hier eerder ook al in mediaforum over gehad, hoe zij zichzelf weet te positioneren. Zij is haar eigen mediatraining. Die heeft zichzelf geen mediatraining, doet ze fantastisch. Want ze kreeg de lachers op de hand, ik wil met Pieter. Ja. Met te zeggen, als ik zo meteen, iedereen praat hier vaag, ik wil direct applaus. Dat doet ze heel erg goed en dat verbloemt dat gebrek aan inhoudelijke kennis. Ja, een tijdje, hè, denk ik. Dit is het eerste debat. Als ze dat 5 debatten blijft doen, dan wordt het heel moeilijk te houden, die positie. Zullen we even luisteren naar een fragmentje van Van der Plas? Stop met dat frame koeien of huizen. Want het ligt veel breder dan dat. En we kunnen gewoon een noodwet maken. Als het heel het land op het stikstofslot zit, maken we gewoon een noodwet, zodat Nederland van het stikstofslot Pieter Omtzigt is moeilijk. Ja, koeien of huizen, die hebben we natuurlijk vaker gehoord nu. Mireille van Ark, hoe vond jij het? Was er te weinig inhoudelijke standpunten van haar? Ze kreeg ook niet heel veel vragen. Nee, ze kreeg niet heel veel vragen. En als het dan gaat om feiten, dan zie je bijvoorbeeld dat Pieter Omtzigt ineens wel de cijfers paraat heeft. Als het bijvoorbeeld over de percentages gaat bij studentleningen.
En bij Van der Plas merkte ik dat ze gaat gewoon vrij kort door de bocht. Dus het is of dit of dat. En ze heeft voor alles best wel hele grote oplossingen. Ook laatste voorbeeld was dat in de Kamer. Toen kwam ze er eigenlijk ook niet uit. Nee. En dat, ja, ik denk dat ze daar wel echt op moet gaan letten. Dat ze ook de goede onderbouwing kan geven. En ook feiten op tafel legt. Zoals eigenlijk Pieter Omtzigt dat wel heel goed doet. Hè. Dus elke keer teruggaat naar de feiten. Elke keer teruggaat naar de kern van de inhoud. Nou, ik denk dat dat voor Van der Plas wel belangrijk is. Om haar gewoon haar kennis en de feiten echt op een rijtje te hebben. En maakt het voor een lijsttrekker uit wat de setting is? Met andere woorden, was dit niet haar ideale setting, Arjan? Nou, dat zou zomaar kunnen, ja. Die studenten stelden best feitelijke vragen, indringende vragen. Gingen ook door, hè. Zeker in het begin vroegen ze ook door. En maakten ze daarmee de lijsttrekkers ook best nog wel lastig. Bijvoorbeeld over kernenergie, waarbij Timmermans een beetje in het hoekje kwam. Dus ik denk dat die setting voor Omtzigt heel gunstig is, omdat het over feiten gaat. En dat is wel zijn ding. Maar je kunt je lastig verschuilen in deze setting. Ja. Ja. Want je zit echt letterlijk op een podium. Ja. He, je zit niet twee man tegenover elkaar. En je moet verantwoording afleggen. Dus je ziet, ik vond dat heel snel daardoor de rolverdeling duidelijk werd. Tussen de inhoudelijke politicus. Tussen de Rutte-politica. En Caroline van der Plas, de outsider. Dat werd meteen heel erg duidelijk. Je kunt niets camoufleren in deze setting. Door die vorm ook. Ja. De NRC-kop, de studenten bij College Tour zijn wel scherp voor Pieter Omtzigt. Het NRC-punt? Ja, ik vind wel dat ze een punt hadden. Want als je even alles afpelt, even van het podium af, maar gewoon zegt, eigenlijk geeft hij geen antwoord op wie er premier wordt. Hij heeft nog geen duidelijk verkiezingsprogramma. Dat komt dinsdag, dus dat was er eigenlijk ook nog niet. En hij wil ook niet zeggen met wie hij wel of niet wil samenwerken. Dus ik dacht wel, na dit debat, wat weet ik nou eigenlijk over de positie van deze partij? Zijn standpunten, want daar was hij als enige, vond ik, wel gewoon steeds helder in. Wat hij vond, immigratie, woningbouw. Daar was hij, vond ik. Je ziet ook, die draaide overal omheen. Ja. Maar het gekke is, daar wordt hij bijna op afgerekend. Op zijn eerlijkheid. Ja, ik klink nu een beetje als de media-woordvoerder. Maar op zijn eerlijkheid en ook in zijn vaagheid, zeg maar, waar hij weet het nog niet. Hij weet het gewoon nog niet. Dat vraag ik me echt af. Want op deze manier hou je natuurlijk wel de grootste groep kiezers bij je. Want als jij niet zegt, ik schuif iemand anders naar voren. Dus als je geen Mona Keijzer naar voren schuift. Maar hij is natuurlijk heel onorthodox. Ja. Om wat met hem, dat traject wat hij heeft meegemaakt, is heel onorthodox. Hij wilde niet per se, hij is getrokken. Ja. Er is aan hem getrokken van, jij moet het doen, Pieter. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.